Dag Abby. Dag Niki. Waar kom jij vandaan? Ik kom van Taiwan. En als je dat vergelijkt, Taiwan met België, wat is er dan vooral anders? Ik hoorde dikwijls van mensen dat België zijn gesloten. Maar voor mij dat is meestal de eerste indruk. En als wij die mensen beter leren kennen, en ik vind de meeste mensen zijn heel hulpzaam en heel vriendelijk. Ja. En waar woon je precies in Antwerpen? Ik woon in Edigen. Ik hou niet zo veel van de drukte in de Staten. En Edigen is een beetje tussen de Staten en de dorpen. Ja. En dat vind ik een goede mixture. Ja. En werk je? Ja, ik werk al 9 jaar. En wat doe je precies? Ik werkte als een zorgkundige in een rusthuis. Maar ik heb ook verschillende andere opleidingen gevolgd. En ik heb juist een opleiding seniorenconsulentvorming gedaan. En ik ben aan het denken bijna volgende jaren nog iets anders volgen. En als je echt mocht kiezen, Ja. wat is dan jouw droomjob? Ik werk heel, heel graag met de mensen. Ik heb dat heel graag dat ik met de mensen bezig op verschillende niveaus. Voor mijn werk nu, dat is meer voor lichamelijke verzorging. Maar waar ik werk, we hebben de luxe dat wij kunnen ook soms de tijd vrijmaken om meer contact te maken met de bewoners. Dat vind ik heel belangrijk. Voor mijzelf, dat is toch heel beperkt. Ik zou ook graag op andere niveau bezig houden met mensen. En eventueel tijdens mijn vrijheid, dan kan ik ook vrijwilligerswerk doen. En ja, dat is niet alleen op een of andere manier bezig zijn met mensen, maar op verschillende Verschillende niveaus. niveaus. Wat heb je vroeger gedaan in Taiwan? Heb je daar gestudeerd of ook gewerkt? Ja, ik heb gestudeerd, maar totaal anders dan wat ik nu doe voor mijn beroep. Ik heb taal gestudeerd, Arabisch en Engels talen. Maar ik heb dat nooit gebruikt. Mijn taalkennis heb ik nooit gebruikt hier in België voor mijn werk. Oh, maar ja, toch, ik ben juist begonnen met een opleiding sociaal tolk. Zo, ik hoop eventueel na deze opleiding dan kan ik ook soms een in de sociaal sector. En als ik dat goed combineren, en dan misschien, ik zou dat noemen een ideaal job voor mij. Maar nu dat ik moet nog eens mijn doel bereiken. Ja, ik moet ook. Oké. Wauw, veel succes er nog mee. Dank u wel.